Beste mensen, het is nog geen 11:15, maar als jullie het goed vinden, en ook als jullie het niet goed vinden, dan gaan we 5 minuutjes eerder beginnen met het risico dat er nog iemand verlaat binnenkomt, maar de eerste lezing die gegeven wordt door Leni Duistermaat, verbonden aan... Naturalis, dat woord ontschoot me dus zo gauw. En, maar we kennen Leni natuurlijk. Voor overigens wie er voor het eerst is hier zo. Leni is ook de redacteur van de Heukels Flora. Hè, de laatste druk, 24, die heeft zij verzorgd. Het is altijd een hele strijd om alles wat ze kwijt wil om in dat half uur te persen. Dus ik dacht... We gaan gewoon 5 minuten eerder beginnen en dan heeft ze wat meer tijd. Ik geef jou het woord. Ja, voor wie mij niet kent, ik ben Leni Duistermaat, onderzoeker bij Naturalis, taxonoom. En ik ga de bijzondere vondsten van het afgelopen veldseizoen presenteren. Zo gaat hij door. Deze presentatie is tot stand gekomen met medewerking van een aantal collega's bij Naturalis... die ik zeer dankbaar ben. Dit is de inhoud van mijn presentatie. Ik ga het heel kort even hebben over het herbarium en materiaal. Trends en selectie van het materiaal wat in deze presentatie zit. Dan het hoofddeel van de presentatie. De 20 meest bijzondere vondsten die ik eruit gehaald heb. En ik ga afsluiten met een kort overzicht waar ik graag materiaal van binnen wil krijgen. Deze presentatie is gebaseerd op alleen maar herbariummateriaal wat we ontvangen hebben. Dat materiaal is opgezet door mijn collega Ingrid Talens. En we hebben natuurlijk heel veel meer materiaal binnengekregen, waarvoor ik u hartelijk wil danken. Met schaamrood op mijn kaken sta ik hier, want er is nog steeds een achterstand. En ik vrees dat die achterstand maar heel minimaal ingehaald wordt, als dat al gebeurt. Ik vind dat verschrikkelijk. Er zitten in de presentatie ook vondsten uit 2019, 20 en 21. Om die reden, omdat we een achterstand hebben en omdat daar vondsten in zitten die ik de moeite waard vind. Onlangs hebben we een gesprek gehad, Naturalis, met Floron, om te zien hoe we die achterstand kunnen weg gaan werken. Hoe we structureel het determineren weer aan bod kunnen laten komen. En de enige uitweg die ik nu zie is om vrijwilligers om hulp te vragen. Ik moet politiek zijn. Breekt me de bek niet open, zou ik willen zeggen. Ik ben heel blij met vrijwilligers die het leuk vinden om hun eigen tijd te besteden aan het verwerken van herbariummateriaal. Dat kan zijn puur administratief werk, maar specialisten die hun kennis ten dienste willen stellen, zijn ook zeer welkom. We gaan in februari, maart met een introductiedag beginnen, een floristendag, introductiedag. Kennismaking met het herbarium, hoe ziet dat eruit, hoe zijn de werkzaamheden. En dan hopen we in oktober een uitpak- en determineerdag te organiseren. Dan het materiaal voor deze presentatie. Een aantal trends. De grensmaas blijft me verbazen. Daar blijven woladventieven gevonden worden. Misschien ook wel andere dingen dan woladventieven. Ik heb een aantal kaasjeskruiden onder ogen gehad die me dagen gekost hebben om de naam te achterhalen. Die zitten niet in de presentatie. Onder andere omdat een aantal van die kaasjeskruiden alweer verdwenen zijn. Daar wil ik u niet allemaal mee vermoeien. Campingadventieven is een bekende trend. Onder andere veel soorten rupsklavers zijn aangeleverd. Ook die heb ik niet in de presentatie gedaan, omdat het ook een bekende trend is. Planten die in stedelijk gebied gevonden worden, met name kuipplanten, in de pot
van de olijfplant heb ik ook niet in de presentatie gedaan. Het zijn bekende trends, er zitten soorten in die niet in de flora staan. We moeten zien hoe bestendig ze zijn, hoe ze zich gaan uitbreiden. Ik heb 20 soorten eruit gevist. Daarvan staan er 7 niet in de heukelsflora. Voor een deel zijn het soorten die misschien, waarschijnlijk, zeker terug te voeren zijn op inzaai. En dat is een trend die ik, mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik daar heel ongelukkig van word, al dat inzaaien. Met de beste bedoelingen. Ik zie dat er af en toe ingezaaid moet worden, maar met de beste bedoelingen wordt er soms de problemen alleen maar groter gemaakt, omdat er soorten ingezaaid worden die hier echt niet thuis horen. Gelukkig zijn er ook mooie spontane ontwikkelingen, onder andere onder een aantal roodlijstsoorten. En dan gaan we nu inhoudelijk naar de planten, want daar gaat het tenslotte om. Ik begin met de sporenplanten, daar heb ik er dit jaar 1 van in de presentatie zitten. Noordse streepvaren, gevonden door Hetty Verstraeten in Amersfoort, op een walmuur met veel andere varensoorten. Het is geen standaardlijstsoort, hij is pas sinds 1986 in ons land. We denken dat hij nog niet ingeburgerd is, maar deze vondst in Amersfoort is wel een hele mooie weer. Zoals je op dat middelste kaartje kunt zien. Doet hij dat? Nee. Het middelste kaartje van GBIF kun je zien dat Nederland aan de rand van zijn areaal ligt. En dat springerige karakter wat Noorse streepvaren in ons land vertoont, dat is terug te voeren op dat hij aan de rand van zijn areaal zit. Een palm, de Chinese waaierpalm. Ruud Beringen heeft er vorig jaar in Kijk op Exoten aandacht aan besteed. Ik kreeg nu herbariummateriaal toegestuurd. De eerste verwildering was in 2015 onder een moederplant in Ouwehand Dierenpark. In Amsterdam zijn ook zaailingen direct in de buurt van de moederplant gevonden. Deze plant die door Edwin Dijkhuis is verzameld in Dalfsen is gevonden in een bosrand wel in de bebouwde kom, maar de moederplant staat niet direct in de buurt. En dat vind ik bijzonder genoeg om deze waaierpalm in de presentatie op te nemen. Nou, de kenmerken, bladschijf handvormig ingesneden, een hastula, een soort van tongetje, middelste foto, de rode pijl wijst naar dat tongetje. En een bladsteel die fijne tanden moet hebben, maar dat is pas in volwassen materiaal goed te zien. Om de soort te determineren heb je eigenlijk bloemen en vruchten nodig, maar morfologisch de beschrijving lijkt wel te kloppen met de Chinese waaierpalm. Tengere distel zat 2 jaar geleden geloof ik ook in de presentatie. Toen was die in West-Nederland gevonden bij Wassenaar. Deze is door Rien Onderstein in Limburg gevonden in Wansum. Eerst op een dijk waar kleigrond uit de Maas aangebracht was. En later ook op een parkeerplaats waar de plant al eind april bloeide. Dat is extreem vroeg voor deze soort. En dat was voor mij reden om nog eens een keer extra goed te kijken. Misschien is het dan wel een soort uit het mediterrane gebied. Carduus pycnocephalus komt uit Zuid-Europa, lijkt er behoorlijk veel op. Ik denk dat het de moeite waard is om de diverse vondsten op waarneming.nl en misschien ook in het herbarium na te kijken of die pycnocephalus niet al in Nederland aanwezig is. Het onderscheid zit onder andere in de rand van de omwindselbladen, die vliezig zijn in de tengere distel en stevig in die mediterrane soort. Voorlopig houd ik het hier dus op die tengere distel. Prima. Nou, mijn vermoeden blijkt dus nu al bewaarheid te worden. Dankjewel. Het is overigens geen makkelijk duo om uit elkaar te houden, Tenuiflorus en Pycnocephalus. Dan een kruisbloemige. Een
veldkers, maar dan eentje die niet in de heukelsflora staat. Een soort die centraal-mediterraan in bossen groeit. Dat het een veldkers is, kun je zien onder andere aan de vrucht, waar de kleppen van beneden naar boven spiraalgewijs oprollen. Deze is door Margriet van Gelder gevonden in Epe, de renderklippen. Materiaal is ingestuurd door Pim van den Knaap. Gevonden in een berm van een fietspad, grenzend aan een natuurgebied, aan de overzijde van een woonwijk. Hij was daar al een aantal jaren aanwezig, heeft mooie grote paarse bloemen, gedeeld blad. En in onze contreien een behoorlijke zeldzaamheid. Dit is de eerste melding in Nederland. De bleke hoornbloem, een behoorlijk zeldzame soort inheems, door Edwin Dijkhuis verzameld in Ruinen, in de bebouwde kom. En de vraag was, is het hem wel? Die komt toch eigenlijk alleen op rivierduinen voor. Maar het is hem echt en dat is te zien aan de vliezige rand van de schutbladen. Het is echt niet de zandhoornbloem, maar de bleke hoornbloem. Een leuke vondst en ik denk op meer plekken in de bebouwde kom een soort om naar uit te kijken. Zou best meer aanwezig kunnen zijn dan wij nu vermoeden. Dan een heel spectaculaire vondst. Het plantje zelf is tamelijk klein. Een cyperacee, een zegge, cyperzegge. En op het eerste oog, toen Jacodimir mij de plant liet zien, een foto, dacht ik, is dit een carex? Dit ziet eruit als een cyperus, een cypergras. Maar hij heeft inderdaad eenslachtige bloemen. Het is echt een carex. Hij heeft een mooi urntje, vergroeide schutblad rond zijn vruchtbeginsel. Het is inderdaad Carex bohemica. Jacob Koopman had dat inderdaad ook al bevestigd op basis van de foto. Het is onmiskenbaar. Dit is een van de weinige soorten die je zonder herbariummateriaal al vrijwel kunt bevestigen. Op een plek op de Brabantse Wal, op een landgoed, zo'n 500 exemplaren op een drooggevallen plek. In een ven wat rond het jaar 2000 geschoond is geweest, daar is geen gebiedsvreemd materiaal ingebracht, in ieder geval geen plantenmateriaal. Er is een duiker vanuit Vlaanderen aangelegd, maar op een plek in Vlaanderen waar die soort ook nog niet aanwezig is. Misschien is die soort, is deze cyperzegge met vogels aangevoerd, we weten het niet. Zoals je op het meest rechterkaartje rechtsonder kunt zien, een soort ook weer aan de rand van zijn areaal. Ik ben heel benieuwd hoe bestendig deze plek gaat blijken te zijn. En dan een andere zegge, gevonden op Kampereiland door Pim van den Knaap. Het lijkt op viltzegge, maar er zijn een aantal. Er is iets aan die plant wat mij deed twijfelen, iets minder deed twijfelen dan Jacob Koopman, die ook de foto's gezien heeft. De onderste bladscheden, die zijn heel erg voor de viltzegge, rood gekleurd en de rand iets vezelig, verwerend. Maar de mannelijke aar is veel te lang gesteeld voor viltzegge. Die zou in viltzegge heel kort gesteeld direct op de tweede vrouwelijke aar moeten staan. Deze exemplaren hebben maar één vrouwelijke aar. En als je onder de binok heel goed gaat kijken aan de basis van die mannelijke aar in het schutblad, dan zie ik daar een restant of een onderontwikkelde vrouwelijke aar. In een aantal gevallen nog met één vrouwelijke bloem daarin. Er is iets niet helemaal oké aan deze planten. Er is iets onderontwikkeld. De vruchten zijn nog te jong om te zien of die zich überhaupt goed ontwikkelen. Er zit ontegenzeggelijk viltzegge in. Misschien dat een goede viltzegge op die plek ook aanwezig komt.
Maar het zou ook zomaar de hybride met de zeegroene zegge kunnen zijn. Die is bekend in de literatuur en volgend jaar verder. Daar moet verder onderzoek naar gedaan worden. De kleine rupsklaver zat in 2 jaar geleden ook in de presentatie. Een vondst van Liewe Haanstra in 2021 in de Welsumerwaard. Een mooie noordwaartse uitbreiding van die soort, die inmiddels ook het eerste Waddeneiland heeft bereikt. De steunblaadjes zijn niet diep ingesneden en de rand van de peul heeft geen groef over de rugnerf. Dat zijn de belangrijke kenmerken. Een leuke uitbreiding van een inheemse soort. En dan draadgentiaan. 2 vondsten in Noord-Brabant. Eentje in 2019 en eentje dit jaar. Baronie, gevonden door Kim Lotterman ten noorden van Kaam. Ruim 100 jaar regionaal afwezig geweest en nu gevonden in een natuurterrein waar de voedselrijke toplaag is afgeschreept. In dat terrein is geen maaisel opgebracht. Er zijn een aantal leuke soorten gevonden, zoals kleine zonnedauw en de bruine snavelbies, oeverkruid. Maar ook watercrassula, en die laatste heeft Kim handmatig verwijderd. In het gebied is iets oostelijk van deze vindplaats in 2016 ook een draadgentiaan weer teruggevonden. En in Beugen, de Vilt, heeft Fons Rijersen de soort gevonden in een terrein in een verschraald hooiland, meer dan 5000 exemplaren. Regionaal was die tot de jaren 30 van de vorige eeuw aanwezig en later vanaf 2007. Deze vindplek is nieuw en ook dit jaar was die nog aanwezig, wist Fons mij te melden. Verspreiding ongetwijfeld met maaimachines. Canadees hertshooi, gevonden door Edwin Dijkhuis op Terhorster Zand. In een drooggevallen oever met natuurontwikkeling. In een pluk haarmos met grondster en iets hoger in de zonering staat ook watercrassula. Sinds 2014 is die uit een ander uurhok bekend, Koekangerveld, iets ten zuidwesten van deze vindplek. Een nieuwe vindplek, hoe die daar gekomen is, we weten het niet. Of die ingezaaid is of met bewerkingsmachines daar terecht gekomen is. In ieder geval, hij doet het er. Zwaardrus, ook een Amerikaanse soort. Inburgering van die soort heeft na 1950 plaatsgevonden. Op 2 plekken gevonden, 1 in Gelderland op de Weesperberg door Pim van de Knaap, aan de rand van een waterbekken bij Prinses Margriet kazerne. En de andere door Hanneke Waller gevonden, 3 jaar geleden in Hoornmeer Park, op een recent aangelegde natuurvriendelijke oever. En daar lijkt die met inzaai aangebracht te kunnen zijn. Herkenbaar aan de bladen zowel als de stengel waar dwarsschotten in zitten. Lengte en dwarsschotten en zijdelings afgeplat. En dan een soort die nog niet eerder in Nederland gevonden is, nog niet eerder in Europa gevonden is. De eerste vondst was van Geert Peters. Materiaal ingestuurd, verzameld en ingestuurd door Sipke Gongrijp bij Eindhoven, Gijzerrooi-West, vlakbij Stratum, in een schraal nat heidebiotoop met een aantal leuke soorten, wijdbloeiende rus, zonnedauw, snavelbies, draadgentiaan. Deze plant heeft aan de basis knolletjes, die hoeven in de soort niet altijd aanwezig te zijn. Dus ten opzichte van zwaardrus heeft deze rus geen schotten in zijn stengel en heeft die vlakke bladen die niet zijdelings afgevlakt zijn, maar
dorsoventraal, zeg maar ruggelings, afgevlakt. En daar zitten ook geen schotten in. Ook oorspronkelijk uit Noord-Amerika en hoe die hier terechtgekomen is, is een grote vraag. Er stonden meer dan 4000 exemplaren. En zo goed en kwaad als dat ging, is gepoogd de soort te verwijderen. Maar omdat er al vruchten tot ontwikkeling kwamen, zal dat nazorg vragen de komende jaren. Een inheemse soort, brede dovennetel, zeldzaam, heeft niet altijd in de flora gestaan, wordt daarom misschien ook wel over het hoofd gezien, lijkt een onbestendig voorkomen te hebben, maar misschien ook wel omdat hij te weinig herkend wordt. Werd vroeger als een tussenvorm tussen de paarse dovennetel en de hoenderbeet beschouwd. Maar recent onderzoek heeft aangetoond dat het weliswaar een hybride is, maar die zelfstandig verder kan omdat hij een dubbel aantal chromosomen heeft. Een allotetraploïd. Dus inderdaad een zelfstandige soort. Materiaal is verzameld door Ben Bruinsma in Sint-Anna-parochie. Een eenjarige plant. Het materiaal ligt, net als alle andere vondsten, in zaal 9 hierachter. Dan nog een dovennetel, aangeleverd als de hybride tussen de witte en de gevlekte dovennetel. Ik kan het daarmee eens zijn. Rien Onderstein heeft hem in de Geelders verzameld. Deze hybride was wel van Nederland bekend, heeft nooit in de flora gestaan, tenminste niet in de heukelsflora. Maar Jaap Mennema in zijn proefschrift over Lamium heeft hem wel genoemd voor twee vindplaatsen. Sint-Odilieberg in Limburg staat op de verspreidingsatlas. In het Salkerbos is die ook verzameld. En dat ligt in het Utrechtse herbarium en om die reden waarschijnlijk niet in verspreidingsatlas terechtgekomen. Je kunt hem herkennen aan, behalve de lichtroze kleur van de bloemen, aan het feit dat hij weinig bloemen per schijnkrans heeft en de helmhokjes zijn rood gekleurd. Diezelfde auteur die onderzoek had gedaan naar die brede dovennetel heeft ook deze hybride bekeken. En hij komt tot de conclusie dat dit geen hybride is, maar een zelfstandige soort. In de buurt van de gevlekte dovennetel. Als dat zo is, als dit inderdaad niet een hybride is die ter plekke kan ontstaan, dan is mijn grote vraag, hoe komt die hier terecht? Ik weet het niet. Ik durf niet helemaal te zeggen dat deze Ben Dixby gelijk heeft. Ik denk dat daar verder onderzoek naar gedaan zou kunnen worden. Dan ga ik toch het tempo iets opgooien. Dit is een van die soorten waar ik diep ongelukkig van werd. Dit materiaal werd mij aangeleverd als een wolfspoot die uit meer oostelijk gelegen gebieden afkomstig is. Lycopus exaltatus, niet in Nederland bekend, totdat Marcel Polak materiaal verzamelde en instuurde. Verzameld in Kandelaar in Rotterdam. Dat is een staatsbosbeheerterrein dat ooit ingericht is als ecologische verbindingszone voor de Noordse woelmuis. En de nu beheerder van het terrein kon geen documentatie vinden over gebruik van zadenmengsel. Maar Lycopus exaltatus, ik geloof nooit dat hij hier vanzelf terecht is gekomen. En nog erger, het is niet de soort Lycopus exaltatus, het is de hybride van wolfspoot Lycopus europaeus met Lycopus exaltatus. Het zou goed kunnen zijn dat die soort ook in het terrein voorkomt, dat de soort ingezaaid is geweest en dat hybridisatie ter plekke is opgetreden. Het kan ook zijn dat er op een of ander kweekbedrijf iets misgegaan is en Lycopus exaltatus daar ingezaaid is geweest en zich vermengd heeft met de inheemse wolfspoot.
Met de beste bedoelingen wordt er alleen nog maar meer rommel veroorzaakt, zou ik willen zeggen. Zaai zo min mogelijk in. In 2001 bleek Lycopus exaltatus ook bij Borculo waargenomen te zijn. Daar heb ik geen materiaal van. Ik kreeg van Benno ter Linde te horen, die heeft toevallig dit jaar dat terrein opnieuw bezocht. Daar is die niet meer aanwezig. Dat terrein is helemaal dichtgegroeid met een dichte rietkraag, dus daar is het probleem weg. In Rotterdam Kandelaar, ik hoop alleen maar dat die hybride steriel is en dat het vanzelf verdwijnt. Dan kleinbloemig kaasjeskruid door Petra van de Wiel bij Bergen op Zoom gevonden, een adventief uit Zuid-Europa. Ik vind het een opmerkelijke uitbreiding die deze soort in westelijk Noord-Brabant en in Zeeland laat zien. En in de Mosselpolder blijkt die soort al een aantal jaren stand te kunnen houden. Misschien dat die wat vastere voet aan de grond aan het krijgen is. Dan een houtige plant die gevonden is in Zuid-Beveland door Tycho Hoogstraten en meneer Eckert. In de familie van de vijg, te onderscheiden van een vijg door het litteken wat het steunblaadje achterlaat. Bij de vijg zit dat rondom de tak en bij deze plant was dat niet het geval. Lang verhaal kort, op grond van de beharing van het blad kom ik tot de conclusie dat het inderdaad een moerbei is. Mogelijk een zwarte moerbei, maar het verschil met Morus rubra, misschien rode moerbei, is zonder bloemen of vruchten niet goed te maken. Deze plant stond er al een aantal jaren. Benieuwd hoe die zich handhaaft. Dan de lancetbladige bastardwederik, gevonden door Stefan Walsum hier op Natuurplaza. Spontaan opgekomen in een plantsoen. De soort is sinds 2000 in Midden-Nederland aanwezig. Dat lijkt een areaaluitbreiding te zijn. Mooie areaaluitbreiding van een roodlijstsoort. Dan een gras, een Bromopsis riparia. Zit dicht in de buurt van Bromopsis in Ermis. Vermoedelijk 12 jaar geleden ingezaaid vanwege een cultuurlandschap. Ik vind dit ook weer een voorbeeld van jammer dat je dan net zo'n Zuidoost-Europese soort inzaait. Deze soort is ook in Noord-Amerika ingevoerd als voedergewas, is daar niet invasief. En sinds 2007 is die in Centraal-Europa met een opmars bezig. Een van de belangrijkste kenmerken om hem ten opzichte van andere Bromopsis soorten te onderscheiden. Behalve dat hij wortelstokken heeft, is de netvormige vervezeling van de onderste bladschede. Dat kun je zien, dat plaatje helemaal rechtsonder. Hij is variabel. Ben Zonneveld heeft metingen gedaan aan het kern-DNA-gewicht. Er zijn 2 ploïdieën in Nederland aanwezig. Bizar. En dan de laatste, stijf hartgras. In westelijk Nederland al jaren bekend dat hij aan een uitbreiding bezig is. De eerste melding in Friesland was in 1977 en vanaf 2015 is hij in Friesland met een uitbreiding bezig. Ben Bruinsma verzamelde materiaal in Sint-Anna-parochie. Deze soort is duidelijk naar oost en noord zich aan het uitbreiden. Materiaal blijft welkom. Bezoek van de collectie is mogelijk, maar alleen op afspraak. Dat kan via mij, maar dat kan ook via mijn collega bij collectie. Roxalie Bijmoer is de collectiebeheerder Botanie. Ik neem aan dat deze presentatie later op de Florence-site raadpleegbaar is, dus daar kunt u ook altijd de e-mailadressen weer terugzien. En dan wanneer materiaal verzamelen en wanneer niet. Het blijkt niet altijd
makkelijk om te bepalen wanneer je moet verzamelen. En deze instructies, richtlijnen, gaan ook niet alles duidelijk maken. Wat wel duidelijk is, soorten die bij wet beschermd zijn, mag u niet verzamelen, tenzij u een ontheffing heeft. Verzamel ook niet als de populatie te kwetsbaar is. En wat kwetsbaar is, hangt natuurlijk heel erg van de soort af. Maar als er minder dan 10 exemplaren staan, zou ik heel, heel spaarzaam zijn met verzamelen. Als het een vertakte plant is, kun je een zijtak verzamelen. Maar anders documenteer hem zo goed mogelijk met foto's. Kijk in de flora welke kenmerken belangrijk zijn. En verzamel ook niet als er geen bloemen en vruchten zijn. Tenzij je zeker weet dat je zonder bloemen en vruchten ook kunt determineren. Wel verzamelen, soorten die als uitgestorven te boek staan en niet ingezaaid of aangeplant zijn. Datzelfde voor vrij zeldzame soorten die buiten hun bekende floradistrict gevonden zijn. Zeer zeldzame soorten die buiten de bekende uurhokken aangetroffen zijn. En planten met bloemen of vruchten die niet in de flora staan, maar die ook niet direct in of naast een tuin of een potplant staan. Ik hoop dat dat een beetje duidelijkheid geeft. Hoe je moet verzamelen, die blauwe tekst, hoe verzamelen, dat is een hyperlink. Dan kunt u op een Google document lezen hoe je moet verzamelen. Als die link niet werkt of als dat vervelend is, kan ik die informatie ook toesturen. Dat was mijn presentatie. Dank u wel voor uw aandacht.